1 op straat. Met Marianne van den Anker. Welkom bij 1 op straat met het rauwe nieuws, ongecensureerd en altijd met de betrokkenen zelf. Vandaag staan we op een prachtig schoolplein in Amsterdam-Nieuw-West voor de school Hervormd Lyceum West. Veel scholen klagen over het feit dat ze steeds zwarter worden. Maar dat geldt niet voor deze school die bijna voor 100% zwart is. In een stadsdeel dat inmiddels ook voor 88% zwart is. De kersverse rector Freek Polter vindt het geen enkel probleem dat zijn school zwart is en zwart blijft. Waarom zouden we ons richten op witte leerlingen? Nergens voor nodig. Het lijkt er opeens op alsof segregatie geen enkel probleem meer is. Maar er zijn ook veel mensen die er anders over denken. Kinderen moeten toch kennis maken met andere culturen, om leren gaan met jongeren, andere etniciteiten leren kennen, andere religies, uit hun eigen wereldje zien te komen. Nou, wij gaan het daar uitgebreid over hebben met deze rector die eigenlijk gewoon in Nederland zegt: segregatie, daar ben ik voor, openlijk, luid en duidelijk, hier bij 1 op straat. Maar wij gaan eerst luisteren naar een verslag van Tjade Michels, want hij sprak vandaag met een aantal leerlingen van het Hervormd Lyceum West. Kijk je wel uit daarachter? De kantine van het Hervormd Lyceum is helemaal leeg. De kinderen zijn allemaal wat eerder naar huis vandaag. En dat heeft te maken met de studiedag voor de leraren. Gelukkig heb ik nog 1 leerling hier binnen weten te vinden. Waarom ben jij hier nog als enige leerling? Ik pas nog heel even op het kind van een lerares die op dit moment in vergaderingen zit. Ja. En ja, daarom ben ik er nog als enige. Okay. Nou, daar heb ik dan weer een beetje geluk mee. Ja, je hebt het vast wel gelezen vanochtend in de kranten, dat jullie directeur erin stond. Ja, ik heb het sterker nog gisteravond al gelezen. En ik vond het best wel een interessant artikel over de school. Ik wist eerst niet precies waar het over ging. Omdat ik zie het zelf niet echt als een zwarte school, zeg maar. Maar toen ik het las, kwam ik erachter dat er inderdaad best wel veel kinderen van buitenlandse afkomst hier op school zitten. En ik vind het goed dat ze dat blijven behouden. Dat ze juist kinderen van een buitenlandse achtergrond willen betrekken. Omdat de leraren zijn er gewend mee dat ze met kinderen die een andere achtergrond hebben, ze zijn er gewend mee om daarmee te werken. Zou het niet beter zijn als die scholen allemaal wat gemengder zouden zijn? Heb jij nou bijvoorbeeld het idee van, nou, ik mis het wel een beetje dat er bijvoorbeeld hier geen witte kindjes op school zitten? Een gemixte school is, denk ik, van buitenaf echt dat er gewoon de helft blank is en de helft van andere afkomst is. Maar hier is alles door elkaar heen en eigenlijk is het voor mij al een gemixte school. En ik vind het zelf heel goed zo. Nee, ik let er eigenlijk niet eens op. Ik let meer op onderwijs. Ik let niet op wat voor kleur zij of hij heeft. Ik heb het eigenlijk ook nog nooit gemerkt dat het een zwarte school is. Hey, en wat vind je verder van deze school? Is het, wat voor school is het? Het is een hele leuke school. Je hebt hele leuke leraren. Ik raad ook iedereen aan om er naartoe te komen. Oké, ja. Ook alle witte kindjes. Ja. Mag ik het horen? Nou, 2 hele enthousiaste leerlingen van het Hervormd Lyceum West die eigenlijk zeggen, ja, het valt me helemaal niet op dat het een zwarte school is. En kom er eigenlijk allemaal naartoe, want het is hier hartstikke goed en hartstikke leuk. Maar in de beleidswereld heeft de nieuw aangestelde rector Freek Polter toch wel voor wat opschudding gezorgd. Want feitelijk is het statement, een zwarte school, die heb ik hier nou eenmaal. En ik hou hem zwart, want het is een prima school zo. Dan begint iedereen zich druk te maken over, ja, segregatie. Daar waren we toch allemaal tegen. Jarenlang beleid op gericht om juist segregatie te voorkomen. Eerst maar eens even, meneer Polter, welkom. Dank u wel, dank u wel. Op uw prachtige schoolplein. Ja, een mooi schoolplein hebben we hier. Hè. Een kleurrijk schoolplein ook. Hè. Prachtige gekleurde lichtjes allemaal. Het is echt heel mooi. Ja. Dus je kijkt hier uit op het schoolplein. Er hangen natuurlijk allemaal prachtige rekken op waar de kinderen hun fietsen kwijt kunnen. Ja. 2 kindjes zijn er vergeten voor het weekend. Ja. Jammer, maar die moeten het dan dicht, lopen doen. Dus het hek gaat dicht. En een wijkfunctie heeft deze school. Want we zagen ook mensen naar binnen gaan. Ja. Omdat er hier ook een orkestje vanavond oefent. Uit de wijk. Die spelen hier elke vrijdagavond. Die oefenen. En zo af en toe geven ze natuurlijk ook een optreden. Dus hier is het eigenlijk heel kleurrijk. Maar die school, die is hartstikke zwart. Ja, maar ik zou het toch wel kleurrijk willen noemen. Hè? Want wat is nou helemaal zwart? Dus er zijn heel veel leerlingen met wel of niet een kleurtje. Wel of niet wit. En die genieten hier heel goed onderwijs. En daar gaat het ons om. En nou, in de inleiding werd het al een paar keer gezegd, hè, dat wij voor segregatie zijn. Nee, we zijn niet voor segregatie. Maar we willen wel onze energie vooral stoppen in de kinderen die hier op school zitten. We willen onze energie niet meer
ja, verknoeien door, door allemaal op zoek te gaan naar die witte leerling die hier komt. Ik denk dat wij... Maar van wie moest u dan op zoek naar al die witte leerlingen? Nou, dat moest niet, maar als we willen dat het een school is waar die gemengd is, dan moet je maar op zoek blijven. En ik heb gemerkt dat dat niet lukt. Dat lukt de andere scholen ook niet, dat lukt ons ook niet. Dus laten we daar nou eens mee ophouden en laten we ons nou vooral richten op de leerlingen die hier zijn. En laten we die nou onderwijs aanbieden die precies bij hen past. Ja, maar dat is natuurlijk dat een prachtig verhaal, dan, meneer Potter. Ja, dat je zegt van, nou ja, we doen het best denkbare onderwijs voor iedereen die hier is. Nee, niet voor, ja, voor iedereen die hier is. En dat is een hele speciale groep. En dat is een andere groep dan op een witte school. En ja, ik word het ook wel een beetje zat om anderen maar te horen van... het is zo erg van, dat er hier alleen maar gekleurde of zwarte leerlingen op school zitten. Het is veel erger dat al die witte scholen waar die gekleurde of zwarte kinderen niet op zitten... dat die witte kinderen daar niet mee in aanraking komen. Maar is dat dan het probleem wat hier in Amsterdam speelt? Dat je hier buiten de ring hebt en binnen de ring... en binnen de ring zitten dan de witte kinderen? Dat klopt, ja. En buiten de ring zitten de zwarte kinderen? Ja, de gekleurde kinderen of de kinderen niet van Nederlandse afkomst... laten we het zo eens noemen. En maar is dat een oorzaak ook omdat... nou ja, we hebben hier de cijfers van de wijk Nieuw-West... Ja. waar dit lyceum ook staat. 125.000 inwoners in dit stadsdeel... Ja. Maar van middelgrote stad, hè? Ja, 110.000 allochtonen en 15.000 autochtonen. Dus het is misschien ook wel vrij logisch dat u zegt, ja, weet je... We zijn een school voor de wijk. En we zijn niet een school voor Badhoevedorp of kinderen uit Zuid. Kunt u iets zeggen over de populatie van uw school? U zegt zelf, ik wil zwart niet gebruiken. Kinderen zeggen hier, die ook op school gaan bij ons in de audio... van ja, het is hier eigenlijk heel gemengd. Ja. Nou, het is vooral toch van Turks en Marokkaanse afkomst. Verder hebben we nog heel veel andere nationaliteiten. Vanuit Europa natuurlijk. Vanuit Chinese kinderen, Surinaamse kinderen. Nou, heel veel verschillende soorten kinderen. En dat is de populatie. Het is een hele... 30 nationaliteiten, waarvan als je dan mag afpellen naar het Nederlanderschap... met een andere connotatie erbij, 44% Marokkanen en 28% mensen met een Turkse achtergrond. Ja. En dat is een hele prettige leerlingengroep die we hier op school hebben. Het is ook een hele ambitieuze leerlingengroep die hier op school zit. En die zien het echt als kans om uit het eigen milieu te kunnen ontstijgen. En dat is ook heel mooi om te zien. De kinderen zijn nog heel erg bereid om hard te werken. De motivatie komt ook vaak van binnenuit. En dat zie ik wel op andere witte scholen wel anders gebeuren. En dat is dus heel prettig. We hebben ook een hele prettige docentengroep die hier al vaak al jaren werkt. Vele docenten die hier al 10, 15, 20 jaar werken. Die een groot hart hebben voor deze kinderen. En dat merken die kinderen ook. Die voelen dat ook. En die voelen zich heel prettig, maar ook heel veilig in deze school. Maar tot zover zou je kunnen zeggen, dat vertelt elke rector of directeur van een middelbare school. Die zegt, nou, we hebben een goed team. Ja. En we zorgen voor onze kinderen en we halen het beste eruit. Ja. U bent natuurlijk toch vandaag in het nieuws gekomen. Dat u hebt gezegd, ja, ik hou deze school zwart. Ja. En eigenlijk zegt u dat om twee redenen. De eerste reden hebt u al even toegelicht. Ja, ik ga niet hier de hele stad rondrennen om dan een paar witte leerlingen te halen. Want die gaan hier toch niet komen. Nee. Dat is misschien ook wel interessant. Waarom komen die dan niet hier naartoe als dit zo'n goede school is? Nou, ik denk dat we zo'n goede school worden en dat ze dan toch nog wel komen. Maar we gaan ons daar niet op richten. Dus ik ben er erg voor dat ze ook komen. We gaan er ons niet op richten. We gaan zorgen dat we voor deze kinderen heel goed onderwijs gaan bieden. En dat doen we door niet meer de energie in andere dingen te stoppen. Dus we gaan hier zorgen dat die kinderen goede bijlessen krijgen. We gaan zorgen dat die kinderen hier op school huiswerk kunnen maken als ze dat thuis niet kunnen. We gaan ook zorgen dat ze wereldburger worden. Dus we willen dat ze hier vandaan komen, van deze school afkomen. Zodat ze een wereldburger zijn en in onze maatschappij goed kunnen participeren en perspectief hebben om een goede burger te worden en niet de neiging hebben om andere dingen te gaan doen. Maar meneer Pot, dan is er toch nog voor u wel wat werk aan de winkel. Hè? Want als ik dan toch even in mijn getallen blijf zitten, dan hebt u op uw school maar 2% witte leerlingen. Ja. Terwijl als je dat afzet tegen het aantal inwoners hier en de verhouding tussen autochtoon en allochtoon, mist u nog een aantal procent. Is er dan sprake van de autochtonen die hier dan toch wonen in Nieuw-West, dat er een soort witte vlucht is naar binnen de ring? Want ze kiezen niet voor uw school. Ja, goed, dat is zo, hè. Dat kun je zien uit de getallen. Daar kan ik op dit moment niet zoveel aan doen. Maar nogmaals, mijn ambitie is om deze school zo goed te maken dat deze witte kinderen hier ook weer komen. En dan zijn we een echte gemengde school. Hè? En dan zijn we natuurlijk, daar zouden we nog veel trotser op zijn. Maar nu zegt u iets interessants. Dan zijn we een echte gemengde school. Alsof u dat ambieert. Oeps. Maar u ambieerde dat toch helemaal niet? Nee, want we gaan echt voor die kinderen hier met vaak ook een sociaal-economische achterstand. Daar gaan we voor zorgen dat die zo meteen van school afkomen. En ook met een opleiding die vaak
lager is dan vanaf het begin voorspeld werd door de basisschool. Dus we zijn echt bezig met die leerlingen die hier komen. Die kunnen groeien in deze school. En niet alleen maar groeien in de traditionele vakken. Maar ook kunnen groeien in de algemene ontwikkeling. We gaan met die kinderen naar buiten toe. We gaan ja, want met dat die is eigenlijk de tweede stappen. Reden. Hè, waarvan ja, u dat... zei vandaag in de kranten. Nou, ik ga en niet meer aan die witte leerlingen trekken. Hè, nee. Want ik concentreer ja. me dan op de kinderen die nu ja. hier op school zitten. En het tweede argument wat u gaf, was dat u zei... nou, we moeten ook met elkaar erkennen dat de allochtone leerlingen echt achterstanden hebben. Met name op het gebied ja. van karaktervorming en algemene ontwikkeling. Ja. Ik denk dat u daar ook naartoe wil met alle uitstapjes die u maakt. Maar eerst ja. maar eens even dat wat specifieker maken. Wat is er dan aan de hand met deze kinderen? In termen van achterstanden? Achterstanden, ja, taalachterstand is natuurlijk een heel bekend fenomeen met deze kinderen. Kinderen thuis wordt niet altijd Nederlands gesproken. Dus daardoor hebben ze minder taalontwikkeling. Nederlandse televisie staat niet aan. Dat heeft overigens ook effect op de moderne vreemde talen. Kinderen zien geen Engelse series zoals de autochtone kinderen dat wel zien. Dus taal is... Maar even, bent u daar niet ook dan toch weer verrast over? Dit zijn wel kinderen van tweede generatie, derde generatie, ja, Turken, Marokkaan. Ja, ja, nou dat is wat verschillend en we moeten ze ook niet allemaal over één kam scheren. Maar het is wel het algemeen beeld. Maar dit is allemaal nog vakje algemene ontwikkeling, waarvan ja. u zegt, daar zit de achterstand. U hebt ook gezegd vandaag, en dat blijft u herhalen, dat er ook iets aan de hand is als je het hebt over achterstand op het gebied van karaktervorming. Ja. Daar zijn we natuurlijk wel heel benieuwd naar. Ja. Nou, ik denk dat we ook heel goed moeten werken aan het feit dat deze leerlingen doorzettingsvermogen krijgen. Dat deze leerlingen leren om met teleurstellingen om te gaan, maar ook leren om goed met elkaar om te gaan. Op een hele prettige manier. Dus daar gaan we bijvoorbeeld dramalessen voor organiseren. Maar is dat dan... ze dat kunnen oefenen. Wat veel ook wordt aangegeven nu, hè, en een ja. hele andere discussie ja. over Parijs, Charlie Hebdo, en dat het lastig is voor sommige moslims. En ja, dat wordt dan toch door een aantal mensen geweten aan het eergevoel. Zijn zo trots. We gaan echt geen sorry zitten zeggen, want het eergevoel zit zo hoog. Is dat wat u bedoelt met karaktervorming? Nou ja, dat zijn ook een van de onderdelen. We willen graag natuurlijk kinderen afleveren die zometeen echt goed kunnen functioneren op de mbo, hbo opleidingen en universiteiten. En dan zullen ze ook voor een deel natuurlijk zich aan de Nederlandse cultuur moeten gaan. Ja, aanpassen is denk ik misschien niet het hele goede woord, maar wel mee moeten kunnen doen. En mee kunnen doen in het type onderwijs wat hierna weer komt. Waren de kinderen vandaag niet ongelooflijk boos op u? Die zijn rector, wat schrijft u nou over ons in de krant? Hè? We zijn klopt niet. Onze algemene ontwikkeling deugt niet. Nee. De kinderen zijn helemaal niet boos. Ik heb overigens eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. Van kinderen, maar ook van buitenaf. Ik werd gemaild en gebeld door wildvreemden die het heel goed vonden dat ik daar een stelling in nam. Maar waarom vonden ze dat dan zo goed? Nou, dat ik trots ben op de kinderen die hier op school zitten. Dat ik dat niet de groep vind die ik minder vind. Nee, ik ben trots. Ik ga met ze aan de gang. Ze brengen ook heel veel mee. Hè. Ze brengen hun eigen culturen mee. Tot voor kort boden wij tweetalig onderwijs aan. Hè. Dat is dan Engels. Maar eigenlijk boden we natuurlijk drietalig onderwijs aan. Het zijn kinderen die vaak al tweetalig zijn. Dus ze hebben heel veel mee. En daar willen we natuurlijk ook gebruik van maken. Ja, maar goed, dan bellen de mensen op. Die zeggen, nou, het is goed dat u stelling neemt. Ja. En dan geeft u al zijn argumenten. Ja, omdat ik achter mijn kinderen sta of voor mijn kinderen sta. Ik denk dat mensen het fijn vonden dat u stelling nam. Omdat we dan misschien door de hoepel moeten springen. Dat zwarte scholen er nou eenmaal zijn. En dat we dus niet moedwillig met elkaar moeten willen segregeren. Ik denk dat dat misschien is waar mensen dan trots op waren. Nee, hoor, dat was niet het feit. Dat heb ik niet zo gehoord. En zo is dat ook niet gezegd. Nee, het gaat niet om dat segregeren. Maar gaat is er wel dat om. Wat laten u we nou wil de situatie. Laten we nou de situatie gewoon zien zoals die is. Laten we deze kinderen nou de perspectieven bieden die we kunnen bieden in deze school. Laten we dan niet bezig zijn met sportklassen of cultuurklassen. Laten we bezig zijn met wat deze kinderen nou het meest nodig hebben. Waardoor we kunnen daar ook alle energie in stoppen. We kunnen dus ook met de zak geld die we van de regering krijgen om een school te organiseren, kunnen we dit ook nu organiseren, omdat we ons daar helemaal op richten. Als we ook allerlei andere zaken willen doen, zoals op veel andere middelbare scholen gebeurt, dan kunnen we dat niet doen. Dus we gaan deze kinderen langer onderwijs aanbieden. Dus langere dagen kunnen ze onderwijs bij ons krijgen dan op andere scholen. En ik zou het ook eigenlijk wel heel goed vinden als we met z'n allen zouden vinden dat dit soort kinderen ook wat langer over de middelbare school mogen doen, in plaats van dat de inspectie ons daarop afrekent. Omdat die achterstanden er zijn. Hè? Want dat is wat u zijn, net al even heeft aangegeven. Die zit op het gebied van die algemene ontwikkeling. Zijn, en op het gebied van karaktervorming. En u hebt er ook een speciaal programma voor ontwikkeld. En wat doet u dan met die leerlingen om die achterstanden in te halen?
Nou, we gaan met die leerlingen gaan we naar buiten vooral ook. Hè. Er zijn leerlingen, en dat klinkt een beetje raar als je in Nieuw-West woont, maar er zijn echt leerlingen die nog nooit op de Dam zijn gekomen. Dus hun leefwereld is eigenlijk niet groter dan Nieuw-West. En we gaan dus gewoon met de kinderen naar de Dam toe. Maar we gaan ook naar de musea toe. We gaan ook eens de natuur in. We gaan ook naar buiten toe. Dat is ook voor deze kinderen vaak... Dat zijn nieuwe dingen. Ja, ja. Dus we hoeven niet gelijk naar het buitenland toe. Wat we overigens ook doen. Maar we gaan ook dit soort dingen ontdekken met ze. We gaan, we hebben achter de school een stuk grond liggen. Dan gaan we tuinieren. Ook dingen die ze vaak thuis niet meekrijgen. Dus we gaan ook vooral ontdekken, de wereld ontdekken. Waardoor ze inderdaad die wereldburger worden. Ik vind het toch wel schokkerend wat u eigenlijk zegt. Dat u bij wijze van spreken nu ook bestelt via Radio 1 en 1 op straat. Van doe mij ook maar een jaartje erbij. Want ja. De achterstanden zijn kennelijk zo groot dat er een extra leerjaar nodig is. Ja, het, een groep leerlingen en meer dan op andere middelbare scholen zullen er jaar langer over doen, ja. Maar dan krijgen we toch wel een raar wereldbeeld. Als we uw lijn helemaal volgen, dan moeten we eigenlijk met elkaar, hè, meneer Polter, volgend accepteren dat er zwarte scholen zijn. Ja. Ook nog eens een keer veel beter erkennen dat die achterstanden kennelijk op veel meer terreinen zitten dan waar normaal altijd over wordt geschreven. Rekenachterstand, taalachterstand. U zegt, het heeft ook alles te maken met nog nooit de Dam hebben gezien, nog nooit een restaurant hebben gezien, nog nooit een tuin hebben gezien. Ja. Dus die achterstanden zijn vele malen erger op veel meer terreinen. En ook nog eens een keer zo erg dat er een extra leerjaar tegenaan zou moeten. Ja, ik zeg het niet voor alle leerlingen, maar het gaat om meer leerlingen dan op andere middelbare scholen. Ja, maar hebben dan die basisscholen ook niet met z'n allen zitten slapen? Nee, maar ik denk dat die basisscholen ook hele goede dingen hebben gedaan. Die hebben ook al behoorlijk wat achterstanden weggewerkt. Maar daar hebben we de hele jeugd van die leerlingen voor nodig. Dus daar zijn we niet mee klaar als ze 12 zijn. Dan zijn we voor een groot deel wel klaar als ze 16 of 18 zijn en van deze school afkomen. Nou, is het ook zo dat er leerlingen, witte leerlingen, om het maar zo te noemen... U wilde er trouwens eigenlijk zelf nog iets over zeggen, hè? Want zwart-wit, dat beviel u niet zo. Nee, ik vind, wat gebruikt vind u zelf? Zwart-wit vind ik eigenlijk helemaal niet prettig natuurlijk. Hè? En dat zwart is denk ik ook meer gekomen dat we het over witte scholen hadden... en vervolgens moesten we daar iets tegenover zitten. Nee, het zijn leerlingen uit deze wijk. Het zijn leerlingen met verschillende culturele achtergronden... verschillende nationaliteiten en daar moeten we niet zo'n stempel op drukken. Maar het zijn de leerlingen uit deze wijk die met een bepaalde achtergrond... en dat wit-zwart, dat vind ik eigenlijk een vervelende verschil. Dan is er een aantal scholen in Nederland die lossen dat op een andere wijze op. Hè? Die spreken dan over kansrijk en kansarm. Ja. En die kijken naar de hoogste vooropleiding van de ouders. Ja. Is dat dan beter om het over kansrijk en kansarm te hebben? Ja, uiteindelijk denk ik dat we daar naartoe moeten. Het gaat meer over kansrijk en kansarm. Het gaat meer over sociale afkomst dan over welke nationaliteit je precies hebt gehad. Maar zou dat voor kinderen ook niet een enorm stempel zijn? Want dan ga je dus naar een school voor kansarme kinderen in een achterstandswijk. Nou, dat lijkt me nou ook niet echt lekker. Ja, het zijn allemaal kinderen uit deze kansarme wijk. Het zijn allemaal kinderen die dat hebben. Dus die vinden dat met z'n allen niet zo erg. Maar zijn er toch witte kinderen uit Amsterdam, binnenrand... die komen toch naar uw hervormd Lyceum West? Ja, heel leuk. Waarom komen deze kinderen naar uitgerekend uw school? Ja, dat heeft vaak een praktische reden. Leerlingen die zitten op een gymnasium in de binnenstad... en kunnen dat niveau niet aan. En moeten daar vervolgens weg, omdat ze dat niet kunnen. Het zijn kathedrale scholen, hè, dus ze kunnen niet naar een lager niveau binnen de school zelf... En zoeken dan een school. In de binnenring zijn de meeste scholen vol. En dan gaan ze buiten de ring kijken. En dan komen ze bijvoorbeeld bij ons. Hm. En dan het deel witte kinderen zijn bijna allemaal deze kinderen... die het niet gehaald hebben op de binnenringscholen. En vervolgens dus bij ons komen. Okay. En daar op een hele prettige manier ook werken. En op dus school daar zitten. Eigenlijk in de binnenring ervan afgegooid wellicht. En bij u weer welkom. Het zijn ook echt leerlingen die zich heel prettig voelen. Er is één leerling die komt van een van de gymnasia van de binnenring. En die kwam laatst aan me vragen van... mag ik mijn vriendjes deze school laten zien? En die was echt trots op deze school. En zijn witte vriendjes, die vonden deze school ook heel leuk. Dus dat vind ik wel erg leuk om mee te maken. Ja, dat lijkt me natuurlijk... Zijn cadeautjes, hè? Dat zijn cadeautjes. Rector, is dat natuurlijk fantastisch. Maar het is ook zo dat in een interview in het Parool... een moslima meisje van uw school vertelde... dat ze heel veel problemen had juist in een witte klas, middelbare school... omdat kinderen daar moeite hadden met haar hoofddoek. Dus die kwam weer op met de rennende pootjes naar uw school. En dat is natuurlijk wel iets wat puzzelt. Ja.
Want dan ga je terug naar je eigen vertrouwde omgeving. Dat is hier Nieuw-West. Dan ziet iedereen er op dezelfde manier uit. Dat is natuurlijk niet ontwikkeling, toch? Maar niet iedereen ziet er natuurlijk op dezelfde manier uit. En niet alle leerlingen hebben een hoofddoekje om. Dus daar zit gelukkig ook heel veel verschil in. Maar, dit soort leerlingen die naar de binnenstad zijn gegaan en de ambitie hadden om op zo'n witte school te slagen en vervolgens het daar niet lukte, dat is natuurlijk wel heel jammer. Jammer dat die teleurgesteld raken en dan vervolgens bij ons moeten komen om toch verder te kunnen. Ik zou het mooi vinden als die kinderen overigens direct mijn school zouden kiezen. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijpen we allemaal. Nu is het natuurlijk toch wel zo dat woord segregatie en onderwijs, en beleidstermen en witte-zwarte scholen is echt een issue. Ja. GroenLinks-lid en student politicologie Simeon Blom, hier uit Amsterdam, die heeft onlangs in de krant het Parool aangegeven dat juist segregatie heel veel ongewenste effecten heeft. Omdat je dan juist in dezelfde groep, met dezelfde mensen om je heen, niet tot een verrijking of een versnelling komt. Beweert u het tegenovergestelde? Nou ja, we hebben niet maar één type leerling hier op school die één culturele achtergrond heeft. Dus er zijn er heel veel verschillende. We hebben ook een klein deel autochtone leerlingen. Dus zo scherp zit dat niet. We hebben bovendien ook nog heel veel autochtone docenten hier rondlopen. En wat ik al zei, we willen ook veel naar buiten gaan, waar we natuurlijk de buitenwereld ook tegenkomen. En ja, maar dan is het een excursietje toch? En dan ga je één keer naar de Dam. Dat gaan we dan één keer doen. Maar we gaan wel wekelijks met die leerlingen ergens naartoe. Ja, maar het is toch net weer wat anders dan dat je echt mengt, elke dag met elkaar op school gaat. Feitelijk zegt u nu, we houden die klassenmaatschappij in stand. Het is niet anders. We have to deal with it. Nee, we gaan juist zorgen dat we deze kinderen zo goed opleiden dat ze juist uit deze klassen zich kunnen onttrekken, ontstijgen. Maar dan gaan we naar een volgende fase in hun leven. Ja. Hebt u daar al, volgt u uw leerlingen ook? Weet u dan of ze daadwerkelijk goed terechtkomen? Of gaan ze dan volgens hier in Nieuw-West wonen en hier in Nieuw-West kinderen krijgen? En begint het hele circus weer van vooraf aan? Ja, we volgen de leerlingen ook. En we hebben ook hele succesvolle leerlingen. Tovik Dibi bijvoorbeeld, ook van GroenLinks, is een van onze oud-leerlingen. Dus ook met deze opleiding kan je heel ver komen in deze maatschappij. Dus, waarmee u suggereert dat Tovik Dibi een heel succesvol politicus is? Nou ja, hij heeft in ieder geval, hij was. Was toch in de Tweede Kamer. En het is denk ik voor een jongen als Tovik een hele prestatie geweest. En ik denk dat we nog wel wat meer van hem gaan horen. Hij is nog een heel jong. Dus ik denk dat hij nog heel veel kan betekenen. Ook, het is natuurlijk wel heel goed dat u even hebt genoemd dat het een oud-leerling is van uw school. Ja, ja. Nou wordt er toch vaak gesuggereerd. En wij denken allemaal dat dat heel vanzelfsprekend is. Dus het klopt. Dat je in het leven ook kruiwagens nodig hebt. En dat je dus mensen nodig hebt in de maatschappij die opposities hebben. Dat is voor deze jongeren op uw school natuurlijk dan toch weer net een stukje lastiger, of niet? Ja, nou, maar gelukkig hebben we echt leerlingen die op hele mooie posities zitten. We zijn ook druk bezig met de alumni's hier bij de school te betrekken. We hebben rolmodellen. We gaan ook een band vol hangen met alle rolmodellen die we hebben, die heel succesvol zijn in de maatschappij. Met name richting geneeskunde zijn er een aantal hele goede leerlingen van ons naartoe gegaan. En die betrekken we bij deze school. En die gebruiken we als rolmodel ook om te laten zien wat er allemaal mogelijk is om na deze school te bereiken. Helder. Nou is het natuurlijk ook zo, de cijfers er maar weer bijpakkend. Als je kijkt naar weer iets heel anders waar we in deze samenleving mee te maken hebben. Het radicaliseren van jongeren die naar Syrië willen. Ja. Nieuw-West schijnt van het aantal jihadisten dat dan bekend is bij de politie best een aardige voorraad daarvan te leveren. Zitten die jongeren ook bij u op school? Nou, niet dat wij weten. En dat hopen we ook niet. En we denken ook dat we met het nieuwe programma wat we aan gaan bieden, deze kinderen perspectieven gaan bieden. Waardoor ze niet meer gaan denken aan dit soort acties. We willen die kinderen dus de perspectief bieden om hier succesvol in deze maatschappij te gaan functioneren. Met alle kansen die alle Nederlandse kinderen ook hebben. Voor de hand ligt is natuurlijk de vraag hoe er hier op deze school door de kinderen werd gereageerd op de gebeurtenissen in Parijs. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat is denk ik ook nog wel een leuk verhaal. Ook de wethouder Kuckenheim is hier geweest. En met haar heb ik over dit onderwerp onder andere met de leerlingenraad gesproken. En die leerlingen die vertelden eigenlijk het volgende. Hè. Ze vonden het afschuwelijk wat daar gebeurd was. Hè. Dat zei ze als eerste. Ze vonden het ook wel heel erg dat ze het gevoel hadden dat ze door landgenoten daarop aangekeken werden. Alsof ze daar ook verantwoordelijk
Oké, voorwaar. En ook niet de andere kant, dat als je weet, hè, als jongeren hier op school, kan hij hartstikke veilig zijn. Maar er is wel bekend dat hè, de broeinesten dan van de jihadisten hier in Nieuw-West zitten, dat ze dan niet bang zijn voor elkaar, bang voor... Nee, dat, dat merk ik niet, dat wordt ook niet gezegd. Maar ze zijn ook zeker niet bang op deze school. Want het derde wat ze zeiden was dat ze dat gevoel niet hier hadden op deze school. En dat ze gesteund worden door de leraren die hier op deze school zitten. En maar is het dan een soort veilig haventje te midden van een hoop ellende? Moet ik het dan zo zien? Want nou, u geeft echt aan, alles is perfect aan deze school. Ja, aan deze school is ook alles voorbij perfect. Voorbij het hek is het dan misschien ellendig. Nee hoor. Zelf woon ik in Badhoevedorp. Zie vlakbij. Ik fiets vaak door de wijk. En ik voel me hier in deze wijk ook nooit onveilig. En natuurlijk gebeurt er wat. Maar het is een middelgrote stad. Stad, hè. Dus in elke middelgrote stad gebeurt er wat. En het is wel ook een stad met laag sociale klasse. Dus ook op dat gebied gebeurt er denk ik wel eens wat. Maar het is een prettige wijk om nou, school te hebben en om het, aan te werken. Begin van dit gesprek al aan dat het misschien straks ook wel een gemengde school zou worden met enige trots. Is het niet zo dat u stiekem in uw hart toch eigenlijk ook wel vindt dat zwarte scholen eigenlijk niet zouden moeten en witte scholen ook niet zouden moeten, maar gewoon lekker samen naar school? Ja, we moeten gewoon lekker een hele goede school zijn die in deze buurt past. En dan wordt het een hele mooie samenleving. Dankjewel, Freek Polter, rector van het Hervormd Lyceum West hier in 1 op straat. Wij zijn er maandag uiteraard weer. Zo direct in twee dingen praat Margreet Rijntjes met oud-SCP-directeur Paul Snabel, die verkiesbaar is voor D66, voor de Eerste Kamerverkiezingen die eraan zitten te komen. Het is 20:30, het nieuws vandaag door Amber Brandsen. NPO Radio 1. Biologische kippen en kippen van vrije uitloopbedrijven mogen zondag voor het eerst in 3 maanden weer naar buiten. De ophokplicht voor pluimvee wordt dan opgeheven. Pluimveehouders moesten hun kippen maandenlang binnenhouden om besmetting met vogelgriep te voorkomen. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd naar B-. Dat houdt in dat beleggers grote risico's nemen als ze investeren in Griekse staatsleningen. Volgens S&P houdt de nieuwe regering van premier Tsipras zich niet aan eerder gemaakte afspraken met geldschieters. In Jemen hebben de Sjiïtische Houthi-rebellen het gezag overgenomen. Ze hebben het parlement naar huis gestuurd en een voorlopig bestuur ingesteld. Met de machtsovername door de Houthis komt er voor nu een eind aan een maandenlange strijd tussen de Sjiïten en Soenieten om de macht in de hoofdstad Sanaa. Strijders van de Nigeriaanse terreurorganisatie Boko Haram hebben een grensplaats in buurland Niger aangevallen. Militanten moesten de strijd staken toen troepen van Niger hen terugdreven. Zeker 5 soldaten zouden gewond zijn geraakt. En dat waren de hoofdpunten. NPO Radio 1. Max. Dan kom je tot 2 dingen. Dan blijken 2 dingen. Er zijn 2 dingen. 2 dingen. Met Margreet Rijntjes. Goedenavond. Vanavond is Paul Snabel mijn gast. Hij is de oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is gevraagd het platform Onderwijs 2032 te leiden. Een club die het kabinet adviezen gaat geven over de toekomst van het onderwijs. En dan heb ik het over basisscholen en middelbare scholen. Goedenavond. Goedenavond. Maar behalve over onderwijs gaan we het ook hebben over uw politieke aspiraties. Ja. Want u staat 7e op de kandidatenlijst van D66 voor de Eerste Kamer. Zeker. Ik had toch op zijn minst een groene sjaal verwacht, meneer Snabel. Ik heb hem wel, maar het is radio. Dus. U heeft hem wel, ja, inderdaad? Ja, zeker. Ja, een campagnesjaal. Een campagnesjaal. Een echt felgroene. Ja, zeer groen. Ja. En heeft u die wel?